Waarom kan de zeespiegel ook dalen wanneer ijskappen smelten? Dit is de Universiteit van Nederland. Als planeetwetenschapper hou ik me ook bezig met de aarde. De aarde is tenslotte ook een van de 8 planeten in ons zonnestelsel. En op de aarde hebben we erg veel water. Dat is vrij uniek voor alle planeten in ons zonnestelsel. We hebben zelfs zoveel water op onze planeet dat 2/3 van het oppervlak van onze planeet bedekt is met water. En de rest, 1/3, is land. Waarschijnlijk is het ook nodig geweest om leven te laten ontstaan op aarde, maar we weten zeker dat het nodig is voor het voortbestaan van het leven. Alleen water kan ook gevaren in zich houden. En dat weten we in dit kleine kikkertandje heel erg goed. Kinderen leren we zwemmen, als ze niet, dat ze niet verdrinken natuurlijk. Maar de laatste tijd maken we ons heel erg veel zorgen ook over iets anders, en dat is zeespiegelstijging. Als die zeespiegel enigszins gaat stijgen, het grootste gedeelte of een vrij groot gedeelte van Nederland ligt al onder de zeespiegel, dan kan dat erg problematisch gaan worden. En zeespiegelstijging komt voor een groot gedeelte door afsmelting van ijs bij de poolkappen. En voornamelijk ijs wat gelegen is boven Antarctica. Daar ligt ontzettend veel ijs, nog steeds. En ook boven Groenland. En er zijn ook nog een aantal hele grote gletsjers in de wereld. Met name die bijvoorbeeld bij Alaska. Als die nu allemaal tegelijkertijd zouden verdwijnen, zouden afsmelten of wat dan ook, dan zou de zeespiegel met iets van 80 meter stijgen. En dat is ongelooflijk veel. Daar kan ik mij geen voorstelling van maken. 80 meter is namelijk iets van 26 blokken in een appartementencomplex. Dat is zo gigantisch groot. En als u zich bedenkt dat dat over de gehele aarde zou zijn, dat is enorm. Nou lijkt de vraag die aan het begin werd gesteld eigenlijk een heel erg onnozele, een rare van een gek. Namelijk, kan als het ijs allemaal af gaat smelten, kan het ook zo zijn dat die zeespiegel gaat dalen. En dat lijkt alsof het iets provocerends is, maar dat is het niet. En als we kijken naar hoe het zeeniveau eigenlijk verdeeld is nu, heden ten dagen over de aarde, en dat kunt u prachtig zien in dit filmpje, dan is de zeespiegel al niet homogeen verdeeld. Dat filmpje dat moet u opvatten alsof er over de gehele aarde natuurlijk oceaan is. En de kleuren representeren hier, als het rood is, een zeespiegelverhoging van iets van 100 meter. En als het blauw is, dat ziet u heel mooi beneden India, een zeespiegelverlaging van iets van ook van 100 meter. En dat is zeer stabiel. Als u met een bootje zou varen van Australië naar India, dan zou u echt door een kuil heen varen van iets van 100 meter. En dat kunt u als u met zeilboot of met anderszins wat op het water is, een beetje de wereld rondtrekt, zou u dat zelf kunnen meten zelfs. Want dat kan je zien namelijk met een GPS-ontvangertje, met een TomTom. U heeft allemaal denk ik wel een routenavigatiesysteem in uw auto. En met uw routenavigatiesysteem kunt u heel precies de positie bepalen waar u bent. Bent u in een stad, in een bepaalde straat. Maar u kunt daar in principe ook mee bepalen hoe hoog u zit. En dat zou u kunnen gebruiken op een boot om ook na te gaan dat inderdaad de zee, de oceaan, bergen en dalen heeft. Nou, hoe komt dat nou? Waarom heeft die oceaan bergen en dalen? Waarom is dat niet gelijkmatig uniform verdeeld? Dat heeft in de eerste plaats te maken met dat in het inwendige van onze planeet de massa niet homogeen verdeeld is. We hebben een heel actieve planeet. Misschien wel de actiefste planeet in ons zonnestelsel. We hebben platentektoniek, mantelconvectie in het inwendige. En dat veroorzaakt dat er massaverschillen gaan ontstaan. En het zijn juist die massaverschillen in onze planeet die ervoor zorgen dat het oceaanwater niet homogeen verdeeld is op onze planeet. Dat is wat betreft de hedendaagse stabiele, min of meer huidige vorm van het oceaanoppervlak. Maar hoe zit het nou met zeespiegelstijging? Stel dat er heden ten dagen nogal wat ijs aan het afsmelten is op Groenland en op Antarctica.
Wat betekent dat dan voor die zeespiegelverandering? Allereerst gaat die zeespiegelverandering natuurlijk wel plaatsvinden over al die heuvels en dalen heen. En je zult misschien in eerste instantie zeggen van nou, dan komt er toch overal een stabiel laagje bij, een bepaald laagje bij. Nou, dat is niet zo. Maar laten we eerst al eens kijken wat er gemeten is met satellieten. Dat ziet u in het volgende plaatje. Wat de zeespiegel als functie van de tijd en als functie van het oceaan, of waar de positie waar je bevindt, wat die zoal is. Dit is een plaatje wat de gemiddelde gemeten zeespiegelverandering toont over de afgelopen 20 jaar. En als je bijvoorbeeld naar de westkust van Noord-Amerika kijkt, dan ziet u dat daar de kleur diep blauw, zelfs een beetje ja, groen diep blauw is. Diep blauw tot groen wil zeggen dat de afgelopen 20 jaar de zeespiegel daar gedaald is. Over de gehele westkust van Noord-Amerika tot aan Zuid-Amerika aan toe is de zeespiegel helemaal niet gestegen, die is scherp gedaald. En als u kijkt naar Alaska, ik hoop dat u weet waar zich dat bevindt, dan ziet u dat daar zelfs het diepste blauw is. En dat is heel erg merkwaardig. En dan voelt u misschien al een beetje aankomen waar ik naartoe wil. Want het diepste blauw wil zeggen dat daar de zeespiegel heel sterk gedaald is, terwijl we uit andere satellietwaarnemingen en ter plaatse weten dat daar gletsjers in enorm rap tempo aan het afsmelten zijn. Nou, hoe kan dat nou dat je op een plaats waar het ijs zeer sterk minder aan het worden is, dat je daar juist de zeespiegel enorm ziet dalen? Dat klinkt ook weer compleet tegenovergesteld. En je bent bijna geneigd om te zeggen van een van die twee metingen moet of fout zijn of fout geïnterpreteerd. Dat dat niet zo is, dat is eigenlijk de rest van mijn verhaal van dit college. En ik heb al laten uitkomen dat die zwaartekracht, dat die eigenlijk de vorm van het oceaanwater bepaalt. En die zwaartekracht wordt bepaald door massaverdeling in het inwendige van de aarde. Maar ook ijs heeft massa. En ik heb al laten uitkomen met die 80 meter zeespiegelstijging die we zouden krijgen gemiddeld als al het ijs op aarde zou afsmelten, dat dat een gigantische hoeveelheid moet zijn. Als we 80 meter gemiddeld krijgen aan zijn zeespiegelstijging, dan kunt u nagaan op een veel beperkter oppervlak wat voor een enorme, gigantische ijsmassacomplexen daar moeten liggen. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Maar die vertegenwoordigen dus ook een enorme grote massa. En een massa trekt andere massa aan. Nou ligt dat ijs, ja, niet helemaal stabiel, maar wel, het is wel vast, het ligt op het continent en het trekt het water aan. Nou kan ik dat heel erg moeilijk met een experimentje kan ik dat laten zien. Tenminste als ik me beperk tot de zwaartekracht, want de zwaartekracht is een verschrikkelijk kleine kracht. En die merk je alleen maar als je een gigantisch grote massa hebt. Dus ik word nauwelijks aangetrokken door de wanden hier, dat voel ik helemaal niet. Maar ik word wel aangetrokken door de aarde. De aarde is een gigantisch grote massa van 6 × 10²⁴ kilo. En die trekt mij aan, die trekt u aan. En dan doet het er niet toe dat u en ik vrij gering van massa zijn. Het gaat erom dat een van die beide massa's heel erg groot is. Dus ik kan dat niet aantonen hier met iets met zwaartekracht. Maar ik kan het wel aantonen met een wat zwaardere kracht. Of een sterkere kracht moet ik eigenlijk zeggen. En dat is de magnetische kracht. En daar hebben we hier een klein opstellingje voor gemaakt. En wat ik u ga laten zien is dat als je, dit is ijzervijlsel wat hierin zit, en u moet zich voorstellen, het komt eigenlijk wel mooi overeen, dat dit het oceaanoppervlak is. Stelt u zich voor dat ergens op de aarde, misschien 30 miljoen jaar geleden, zich boven bijvoorbeeld Antarctica het eerste ijs is gaan vormen, dan moet u zich voorstellen dat deze magneet, dat het ijs is wat zich begint te vormen. En dus een hele grote aantrekkingskracht heeft, omdat het een enorme massa is, op dat water. Oftewel, die magnetische kracht, gaan we kijken wat die met dat ijzervelsel doet. En ik weet niet of het helemaal goed zichtbaar is, maar als ik die dicht bij het ijzervelsel haal, dan ziet u dat het ijzervelsel, en degene die voor zitten, die hebben wat dit betreft het beste viewpoint, denk ik, dat het ijzervelsel naar de magneet wordt toegetrokken. En als dat ijzervelsel, als dat heel fijnmazig zou zijn, het is niet zo fijnmazig, dan zou je zien dat het een soort van paraboolvorm wordt. Eigenlijk is het een sinusvorm.
En dat kunnen we ook met eenvoudige wiskunde, kunnen we dat ook heel mooi kunnen we dat uitrekenen. Dat als je een zwaartekracht representeert door een ijsmassa, als je die ergens op gaat bouwen, dat de zeespiegel naar die ijsmassa toekruipt en daar dus hoger gaat staan dan het gemiddelde. En dan komen we al heel dicht bij het antwoord op de beginvraag. En dan wordt die beginvraag eigenlijk niet zo raar meer. Want als het nu zo is dat de verhoging van die zeewater, van dat zeewater door de aantrekking van die ijsmassa, dat die hoger is dan het water wat je onttrokken hebt aan die zee, en dan is het natuurlijk regionaal vlakbij die ijsmassa, dan zul je krijgen dat je inderdaad het omgekeerde effect krijgt. Namelijk dat als je een ijsmassa gaat opbouwen, dat alhoewel je water onttrekt aan de oceanen, dat dicht bij die ijsmassa de zeespiegel niet lager komt te staan door het onttrekken van het water, maar juist hoger. En omgekeerd geldt dat ook. Als ik die magneet, en dit werkt niet zo heel erg goed, maar ik kan het een beetje nabootsen door de magneet naar beneden te halen en dan weg te halen. Als ik die ijsmassa weghaal, dan zal juist heel dichtbij zal die zeespiegel gaan dalen. En dat kunnen we ook zien in een simulatietje, wat u hier ziet. Dit is gewoonweg het zwaartekrachtseffect meegenomen bij een scenario waarbij Groenland afsmelt. En als geheel Groenland zou afsmelten, dan zou de gemiddelde zeespiegelstijging iets van 7 meter zijn. En dat heeft u de afgelopen jaren, afgelopen 10 jaar, ik heb het zelf veelvuldig gehoord in de media, hoort u dat ook? Als heel Groenland afsmelt, stijgt de zeespiegel met 7 meter aan de kusten van Nederland. Dat is dus niet waar. Het is veel minder. Het is, als u naar dit plaatje kijkt, is het slechts ongeveer een tweede of een derde van die hoeveelheid. Oftewel iets van 2 à 2,5 meter. Alleen al door dit zwaartekrachtseffect. Als u bij het noorden van Schotland woont, dan krijgt u zelfs dat u daar helemaal geen zeespiegelverandering krijgt. Door afsmelten van Groenland. En woont u op IJsland, dan krijgt u het omgekeerde effect. Het rare effect dat hoe meer Groenlandseis afsmelt, hoe meer de zeespiegel gaat dalen bij IJsland. Natuurlijk is het omgekeerde het geval voor Antarctica, aan de andere kant van de aarde. Dus Antarctica is voor ons veel gevaarlijker dan Groenland. Omdat we juist, je moet ook massabehoud hebben, hè, hoeveelheid ijs plus smeltwater moet constant zijn. En ergens als je minder smeltwater krijgt, dan moet het ergens meer smeltwater weer opleveren. Als we dus gaan kijken naar Antarctica, dan zien we dus juist dat de zeespiegel bij ons sterker zal gaan stijgen dan op basis van een evenredige herverdeling van dat smeltwater je zou verwachten. Dus het wordt een vrij gecompliceerd verhaal, alleen al met die zwaartekracht. Maar er is veel meer, en dan veel meer dan ik in dit college kan vertellen. Je hebt namelijk ook nog te maken met veranderingen van de rotatie van de aarde. Die ook nog eens een keer een bijdrage leveren. Veranderingen van de rotatie van de aarde ten gevolge van ijsveranderingen, massaveranderingen. Die ook nog eens een keer een invloed hebben op die zeespiegel. Dus de conclusie van dit college is dat inderdaad, het kan zo zijn, afhankelijk van waar je bevindt, of je in Rotterdam bevindt, of in Valparaiso, of in Tokio, dat bij de kust waar jij je bevindt, dat de zeespiegel iets anders doet dan je op basis van het gemiddelde zou verwachten. En dat kan heel erg sterk afwijken. Dat kan erg sterk afwijken van het 3 mm per jaar gemiddelde wat we hebben. Dat kan 2 centimeter stijging zijn, maar het kan, zoals we dat aan de westkust van Amerika zagen, ook een daling zijn. Maar het is niet alleen het water waar we mee rekening mee houden, of het ijs waar we rekening moeten houden. Ik heb al aangegeven dat ook het land wellicht een rol kan spelen. En daarover gaat het volgende college.